Lowlands 2016, er is ook weer Lowlands Science over pijn, over politiek en over porno. We gaan even naar binnen. Ik zit voor het eerst in mijn leven achter een drumstel en dan debuteer ik meteen op Lowlands 2016 bij Lowlands Science. Bob, hey. Jij gaat allemaal dingen op mij plakken. Ik hoef niet nerveus te worden. Nee, dat kan ik je afraden zelfs. Het is belangrijk bij elektrostimulatie dat je een beetje overgeeft eraan. Dat je er niet te veel mee bezig bent. Zometeen gaat de elektriciteit aan. En dan ga ik hiermee kan ik het verhogen en verlagen. Oh jezus. Waarschijnlijk... Wij doen dit onderzoek om achter de relatie tussen bepaalde factoren en de werking van de elektrostimulatie te komen. Want de elektrostimulatie wordt nu gebruikt in therapieën voor mensen met motorische beperkingen. Maar het kan eigenlijk veel meer bieden. En eigenlijk kan je door de relatie met die factoren erachter komen hoe en bij wie het nou beter werkt en waarom. En we hopen dat hier, omdat er zoveel proefpersonen zijn hier, Veel data. Ja, heel veel data. De informatie die we ophalen kan worden gebruikt voor therapieën bij mensen met motorische beperkingen. Een dwarslesie bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, of mensen met een beroerte. Bob, ik dank je wel. Alsjeblieft. Je bent nu bij het scenario smoren. We gaan hier door jou een pop laten smoren. Dat doen we omdat we willen kijken of er verschil zit in waar handafdrukken en vingerafdrukken op een kussen komen. Als je dat kussen gebruikt in normaal geval, bijvoorbeeld om je bed op te maken. Of als je het kussen gebruikt om een criminele activiteit uit te voeren. In dit geval dus iemand te smoren. Nou, er is nog een tweede ding wat we hiermee doen. We kijken naar die krachten, hoe die worden uitgeoefend. En we gaan kijken of er een relatie zit tussen hoe de krachten zijn die iemand uitoefent en waar de handafdrukken komen. Want dan zou je straks dus misschien iets kunnen zeggen over hoe hard er geduwd moet zijn als er een bepaald patroon in die handafdrukken zit. En dat zou zomaar weer eens kunnen leiden tot conclusies over naar wat voor iemand we zoeken. Heel goed. Ja, ik zie de kracht hier op de monitor oplopen. De monitor zegt nu dat je harder moet duwen, dus je duwt nog niet hard genoeg om het af te sluiten. Keurig. Blijf duwen. Harder, harder, harder. Ja, zo zit je goed. En wat je dus merkt is dat het eigenlijk best wel veel kracht en tijd kost voordat dit gaat lukken. Je mag het kussen nu rustig loslaten en laten liggen. Heel goed. Best wel lastig eigenlijk. En wat was er lastig? Best wel lastig om de hele tijd continu dezelfde kracht uit te oefenen. Het is lastig om iemand om te brengen? Ja, en dat concluderen wij eigenlijk nu continu uit alle reacties. Informatie die we hebben over hoe lang het in het echt zou duren, geeft aan dat het eigenlijk nog veel langer duurt. Dus het is ook best wel moeilijk en vermoeiend. En we hopen daarmee eigenlijk ook stiekem dat daardoor iedereen denkt, laat maar. We staan hier backstage op Lowlands, bij Lowlands Science. Het is Rolf Hut van de TU Delft. En Rolf, dit is een weerstation op Lowlands. Ja, wij hebben voor Lowlands voor dit jaar hebben wij 3 weerstations meegenomen. Er staat er dus eentje hier midden op het terrein en er staan er 2 op de campings. En met behulp van die weerstations zijn wij in staat om de weersvoorspelling specifiek voor Lowlands te verbeteren ten opzichte van zoals die normaal gemaakt wordt. Op de TU Delft doen we dat binnen een TAMMO-project waarbij we 20.000 weerstations in Afrika willen realiseren. Daar zijn er nog veel minder dan hier in Nederland. Maar zelfs hier kunnen we dus al een verbetering van de weersvoorspelling puur voor Lowlands krijgen ten opzichte van wat je normaal op het nieuws hoort, omdat we hier lokaal aan het meten zijn. Meerte, we zijn net binnen geweest. Wat heb jij precies gemeten? Ja, wij meten of de onderbuik regeert en dat doen we dus door 3 dingen. We meten hartslag, we meten of mensen fronsen, we meten of mensen lachen en we meten of mensen skin conductance hebben, dus of ze zweten. En daarmee willen we eigenlijk kijken, regeert de onderbuik? Dus als mensen geconfronteerd worden met nieuws wat niet in lijn is of juist wel in lijn is met hun opvattingen, dan willen we kijken of dat verschil uitmaakt.
Jolien, we zitten hier in een prachtig tentje op Lowland Science 2016. Jij bent van de VU en je doet onderzoek naar porno. Porno. En wat nog meer? Porno. Alleen porno, oké. Okay. Uitroepteken, dat is de werk. Porno uitroepteken. Waarom moet ik daar zo naar gaan kijken? Nou, dat is eigenlijk het einde van het hele onderzoek. Wij willen graag weten hoe mensen porno verwerken en hoe ze daar dat kiezen. Hoe ze daar überhaupt heel breed eigenlijk mee omgaan. En het laatste onderdeeltje van het onderzoek is dat wij mensen vragen, nou kijk, hier hebben we een screenshot met 10 filmpjes. Waar zou jij nou op klikken? Wat vind je hier nou van? Is er iets wat je heel leuk vindt of wat je helemaal niet leuk vindt? Spannend. Ja. Oh. Dit zijn nepborsten. Dit zijn zeker nepborsten. Ja, dat is ook niet helemaal... Doet dit jou nou nog iets als onderzoeker? Nee, nou nu zeker in deze setting niet. Maar ik heb wel met mijn team heel veel porno moeten kijken om deze films te selecteren. Je wordt wel een beetje... Word je niet een beetje blasé? Ja. Je gaat, maar dat is ook wel fijn. Je gaat op een gegeven moment heel professioneel kijken. Van, oh ja, maar dit shot kunnen we niet gebruiken. Dit is hier is iets mis mee. Ja. Ja, dit ziet er allemaal niet alsof ze er heel veel lol in hebben uit. Nee, ja. Nee. Maar hier word jij dus niet heel blij van. Nee. Maar, oké. Okay. Ja, je mag hem al uitzetten. Ja.